Kijkers, ik groet u vanuit het Fort Zeelandia en ik wil u ook welkom heten in het programma van Garuda Info voor wat betreft deze avond. Ik zit hier met nog drie anderen en naast mij heb ik mevrouw Silva Kumar. Zij is bestuurslid van schrijversgroep 77 en zij heeft het een en ander te vertellen. Mevrouw Silva, welkom in Garuda Info. En hoe gaat het met u? Heel goed. Okay. De wind waait. Heerlijk. En vandaar dat we ook gekozen hebben om ook hier plaats te nemen om het interview af te leggen. Lekker cozy. En schrijversgroep 77, u bent bestuurslid. Hoe lang bent u al verbonden aan schrijversgroep 77? Als normaal lid ben ik al langer dan 10 jaar verbonden aan de schrijversgroep, maar ik zit in het bestuur sinds vorig jaar. Okay, dus dat is nog vrij jong, pas een jaar zo. En om een beetje te vertellen over schrijversgroep 77, vele mensen weten wie schrijversgroep 77 is, maar je hebt wel ook een andere groep die ook niet weet wat schrijversgroep 77 is. Ja, dus Schrijversgroep 77 is een organisatie dat opgericht is in 1977. Vorige maand hebben we onze 38e verjaardag gevierd. Yeah. En we zijn er voor schrijvers, maar ook niet schrijvers. Want ik zelf ben geen schrijver, maar ik ben wel in het bestuur van de schrijversgroep. Yeah. En we hebben elke laatste woensdag van de maand hebben we een themaavond. En deze maand, dus 30 september, hebben we gekozen voor de titel Oor voor Woord van Jong Talent. Okay, waarom wordt er speciaal gekozen op de woensdag? We hebben de laatste woensdag van de maand als standaard vaste dag. Maar het is ook makkelijker om te onthouden. Ja. Weet je, als je weet dat er op een bepaalde dag, op een bepaald tijdstip iets gebeurt, dan hoef je niet steeds weer na te denken wanneer weer. Ja, ja, ja. Nu weten we gewoon standaard. Elke laatste woensdag van de maand zijn we in Tori Oso, hebben we een themaavond. Het thema is elke keer weer anders. Okay. Dus als je weet dat je ernaar uitkijkt om iets literairs mee te maken of iets dat te maken heeft met de schrijversgroep, weet je dat we elke laatste woensdag van de maand in Tori Oso zijn om 8 uur. Okay. U haalde daar net het thema aan. Kunt u nog een keer herhalen? Oor voor woord van jong talent. Oor voor woord van jong talent. Dat wil zeggen dat we te maken hebben met alleen specifiek de jongeren? Nee, het is wel een boodschap naar al onze jongeren. Maar we hebben jongeren op de avond. We hebben ook wel oudere mensen die een woord naar de jongeren toe richten. Okay. Dus het gaat gewoon om de jongeren. De school begint zo meteen. Dus het is ook wel naar de school toe en naar het begin van de school toe. Dus het gaat niet alleen om jongeren, maar het gaat wel voornamelijk naar de jongeren toe. Want we hebben ze nodig. Okay, wat kunnen we op die avond zelf verwachten? Dus is het alleen exact verhaaltjes vertellen? Wordt er een bepaalde workshop misschien gegeven of verzorgd? Nee, we hebben dichters, we hebben schrijvers. We hebben onze welbekende S. Sombra, de vertelkunstenaar. Hij zal gedichten voordragen en uitleg geven. Dus dat soort verschillende dingen. We hebben Kevin Color gaan we hebben die avond, die zijn ervaring gaat vertellen toen hij meegedaan heeft aan Right Now. Ja. We hebben Stefani Sewotaruno, zij heeft ook meegedaan met Right Now. We hebben Reinier Carrioregio, onze jongste schrijver in Suriname. Hij zal optreden en er zijn verrassingen daarbij. Okay. We hebben Jonathan Chinfu. Hij heeft het beloofde boek geschreven. Okay. Dus dat zijn de jongeren die we hebben. En dan hebben we daarnaast Joyce Pereira. En zij schrijft boeken en gedichten voor jongeren. Okay. De toegang, hoe staat het daarmee? Is het open voor ieder? Het is open voor ieder. Het is gratis. Elke laatste woensdag van de maand. Trouwens, Tori Oso, daar ga je gewoon gratis naartoe. Yeah. Maar wij hebben deze avond altijd geheel gratis. Er is wel een doos met een vrijwillige bijdrage, voor een vrijwillige bijdrage, zodat we de kosten kunnen dekken. Okay. Maar kom en geniet en push de jongeren vooral om verder te gaan. Okay, en ik kom straks even bij u terug. Ja, oh ja, nog even de tijdstip aanhalen. Hoe laat starten jullie? Het is woensdag 30 september om 8 uur. De inloop is om 19:30. Oké. Okay. Ik kom straks bij u terug, Silva. We gaan even nu naar nog twee anderen. Ik heb ook een jongere hier. En mevrouw Silva die vertelde daarnet over deze jonge man. Hij lijkt me een beetje bescheiden, maar heeft toch heel veel in zich zitten. U mag jezelf voorstellen, Kevin. Ik ben Kevin Koular, ik ben 23 jaar. En
en ik ben toekomstig schrijver. Je bent toekomstig schrijver. Ja. Mevrouw Selva die vertelde me daarnet van dat je ooit meegedaan hebt aan Write Now. Kan je me een beetje daarover vertellen? Wat heb je allemaal zo bereikt? En wat heb je zo geschreven? Waarover had je geschreven? Nou, het is een heel interessant verhaal omtrent mijn, moet ik zeggen, triomf, laat me het zo zeggen. Want die deadline was 1 april, maar ik heb ergens gehoord dat het 5 april was. Dus ja. 30 maart, eind maart, heb ik een berichtje gezien naar Stefanie. Mm-hmm. En heb ik gevraagd, het is 5 april toch? Het zei van nee, het is 1 april. Dus ik had net enkele uren om het verhaal af te maken. Dus ik heb niet geslapen die avond. Ja. Dus ik heb gewoon doorgeschreven, geëdit, weggeveegd, bijgezet, alles. En heb ik het verhaal opgestuurd en het is goed afgelopen. Oké. Okay. Ja. Maar hoe komt het? Dan gaan we even een terugblik doen. Hoe komt het? Van waar die inspiratie eigenlijk? Dat Kevin een dagje is opgestaan en zegt, ik wil gaan schrijven. Het is ook een interessant verhaal. Het is echt plotseling gebeurd. Het is gewoon van nergens op me gekomen dat ik moet schrijven. Het was in 2004, denk ik, toen ik op tekenles zat. En we moesten een verhaal, dus we moesten een tekening maken en daaromheen moesten we een verhaal schrijven. Dus daar is het eigenlijk begonnen. Maar die inspiratie kwam echt toen ik een jaar later een verhaal aan een van mijn docenten had gegeven om te lezen. En ze vond het zo geweldig en mooi. Je moet meer schrijven en toen heb ik besloten om meer te schrijven. En door wie word je tegenwoordig begeleid? Niemand. Door niemand? Nee. En ik neem aan dat je toch nu professioneler wil gaan. Ja. Ben je van plan om ook die begeleiding te gaan zoeken? Ja, dus die begeleiding hoop ik te vinden bij schrijversgroep. En 77? Ja, schrijversgroep 77. En ik hoop dat ze me naar boven kunnen brengen. Oké. Okay, even terug naar het verhaal dat je geschreven hebt. Je had nog een paar uurtjes, zei je, voor je deadline. Kan je een beetje vertellen waarover het verhaal ging? De titel van het verhaal is Het Ding in het Donker. Het gaat over een, ik ga het op zijn Surinaam zeggen, over een Takrusani. Oh. Ja. Dat echt heel toevallig op een jonge man is gekomen. Okay. Ja, dus echt per ongeluk is het op hem gekomen. En aan het eind van het verhaal wordt die Takrusani weggehaald door een bonne vrouw, ja. En aan het einde van het verhaal, een soort van epiloog naar het verhaaltje zelf, dan is het is 37 jaar later in diezelfde tijdlijn. 37 jaar later wordt bekendgemaakt dat die Takrusani altijd, ik kan zeggen, in toom werd gehouden door die bonne vrouw en het gebruikt kon worden hoe ze wilde eigenlijk. Dus zij had het echt in haar macht. Oké. Okay. Ja. Dat is interessant. Ja, ik denk dat het typisch Surinaams ding is, waarvan velen van houden. Takrusani. En dan doen we nog gekoppeld met een soort boene man of boene vrouw. Ja, echt spannend. Je hebt het ingediend bij de schrijversgroep, klopt? Nee, bij Write Now. Ja, wat is het resultaat dat jij bereikt? Nou, ik heb gewonnen. Ja? Dat is echt heel... Ik had het niet verwacht, want ik weet niet. Ik heb het niet verwacht, maar het is gebeurd en ik heb goed gebruik gemaakt van die prijs. Dat is 250 euro. Mm-hmm. Nee, 250 euro. Ja, 250 euro. Okay. Een boekenbon van Falco van ter waarde van 250 euro. Okay. Ik heb goed gebruik gemaakt ervan en ik ben ook naar Nederland gegaan. Mm-hmm. Gratis trip naar Nederland. Ik mag mijn beste vriend meenemen. Yeah. Ik heb niet gewonnen daar, maar nogmaals. Gratis trip naar Nederland. Oké. Okay. Ja. Dus in Nederland zelf moest je ook wat gaan doen? Ja, moest ik een nieuw verhaal schrijven en dus hier was de voorronde en daar was de finale. Okay. Dus moest ik een nieuw verhaal schrijven en dat was een vervolg op dat van... Van die Takrusani? Van die Takrusani, ja. Zo, je ervaringen in Nederland zelf, Kev, kan je ons een tipje van de sleur geven wat je allemaal daar hebt ervaren? Tipje? Ja. Okay. Of niet te delen, al je ervaringen, okay, ja. Want dat gaan we veel besparen voor woensdag. Ja. Het was maar voor een weekje daar, dus het is niet echt, het valt niet echt veel te vertellen. Ik heb 2 dagen doorgebracht met die finalisten en die organisateurs van die Write Now, want daar is eigenlijk het hoofdding. Mm-hmm. Dus ik kom van Nederland. En ik heb 2 dagen met ze doorgebracht. Het was een interessante ervaring. Ja. Ja. Enige, wel niet minpunt, maar het interessante van alles was dat ik de enige kleurling was binnen die groep.
Dus waren voor mij 14 finalisten en 13 daarvan waren blanke mensen. Oh. Ja. Dus. Hoe ging je daarmee om? Nou, ik weet niet. Ik ging gewoon met die flow. Je voelde je wel op je gemak, toch? Ik voelde me wel op mijn gemak, maar ik kon niet echt met ze converseren, want ze hadden heel andere interesses dan ik. Okay. Hun accent maakte het ook moeilijk om echt plotseling in een conversatie te gaan springen met ze. Okay. Dus, maar ze waren wel echt heel behulpzaam, ze waren vriendelijk. Okay. Dus, ja. Alleen kon het nog best wel langer duren. Ja, want ik vind van dat de organisatie zoveel geld uitgeven voor het ticket voor twee. Dus daar kon ik best wel langer bij. Maar dat is niet mijn beslissing. Oké, okay, Kevin, hoe denk jij om jongeren ook aan te trekken om veel meer te gaan schrijven? Om zich meer te gaan verdiepen in literatuurwerken, in het schrijven van gedichten, noem maar op. Hoe denk jij als jongere zelf dat te gaan doen? Wel, schrijven en dichten is niet iets dat je wordt aangeleerd. Dus je kan mensen niet zeggen van ga schrijven, ga gedichten schrijven, ga verhaaltjes schrijven. Dus het moet vanzelf komen. Maar ik vind van als je dat talent hebt, dat je ermee naar buiten moet komen. Je moet niet gewoon ermee gaan zitten. Okay. Ja. Gewoon naar buiten gaan, aansluiten. Ja, want deze die schrijverswedstrijden zijn er. Mm-hmm. Maar altijd zijn er echt heel weinig mensen die meedoen aan die wedstrijden. Dus dat wil ik wil ze eigenlijk aanmoedigen. Als je dat talent hebt, deze mogelijkheden zijn er, maak er gebruik van. Oké. Kevin, dankjewel. Voor degene die mevrouw Joyce niet kennen, misschien kunt u ons een beetje vertellen. Wie is mevrouw Joyce? Wat doet ze allemaal? Oké. Voor ik verder ga, wil ik de schrijversgroep ben ik ze heel dankbaar. Met name mevrouw Silva Kumar, die mij de gelegenheid heeft om hier dit interview af te staan. Ik ben echt heel dankbaar, want het is een manier om me te kunnen profileren. Ja. Want woensdag, de laatste woensdag in, ik denk de 30e, is er een happening, een geweldige happening in Tori Osso. Ja. En als ik zo naar dat programma kijk, wordt het echt geweldig. Ik denk dat veel mensen er naartoe moeten komen. Maar wat ik zo mooi vind van mevrouw Silva is dat ze het thema van het programma trekt me vreselijk aan, ja. Jongeren, omdat mijn leven. Alles bij mij draait zo'n beetje om jonge mensen, jongere kinderen. Ja. Maar dat ik dan ook mag participeren als iets oudere schrijfster, vind ik geweldig. Omdat, u moet begrijpen, ik schrijf al vanaf 2004, na mijn pensionering, schrijf ik. Ik heb heel wat verhalen. Mm-hmm. Er zijn al 6 verhalen in een bundel uitgegeven. Mm-hmm. En dat was in een bundel. En het laatste verhaal dat uitgegeven is dit verhaaltje. Roosie's moestuintje. Ja, dit heb ik al een keertje belicht op de televisie, dus ik wil niet te lang hierover uitweiden. Maar in dit boekje leer ik kinderen dus planten, hun eigen groenten telen, omdat ik het zelf heb gedaan. Okay. En het mooiste wat ik heb meegemaakt met dit boekje, het heeft me echt getroffen en het heeft me de push gegeven. En dat komt door een kleine jongen. Een kleine jongen heeft mij zo vreselijk gemotiveerd met dit boekje. Ik verkocht dit boekje, want ik heb een deel gehad om te verkopen. En een kleine jongen belt me en hij zegt, mevrouw Joyce, u kent me niet, maar ik heet zo. Mevrouw Joyce, ik wil u alleen maar zeggen dat ik een 9,5 heb gehad voor een spreekbeurt dat ik aan de hand van dit boekje heb gedaan op school. Ja. Ik vond het geweldig, ik schrok, ik zeg, maar ik kon niet nalaten, omdat ik hou van grapjes maken. Ik kon niet nalaten om hem te zeggen, want hij zegt, ik heb een 9,8 gehad. Mm-hmm. Maar ik kon niet nalaten om te zeggen, waarom is het geen 10 geworden? Yeah. En toen zei hij, omdat ik vergeten ben te zeggen dat ik niet met pesticiden mag omgaan. Oh. Dat ik daarmee voorzichtig moet zijn. En dat ik mijn ouders daarover eerst moet vragen. Mm-hmm. Dus daarom heeft hij geen 10 gehad, als het ware. Mijn project. Okay. Om op een eerlijke manier aan geld te komen. Misschien kunt u het ook even delen met de kijkers thuis. Uiteraard. En dat bedoel ik, kijk, het eerste wat ik heb ontworpen, ik dacht, hey, hoe ga ik aan geld komen op een eerlijke manier? Ja. En toen heb ik dit gedicht gemaakt. Okay. Het heet, de arts is ook een mens. In het kort ga ik u zeggen wat dit gedicht inhoudt. Ik ga het niet voorlezen, het is misschien iets wat te lang. Maar hierin schreef ik dat artsen zo goed voor ons zorgen. Ja. Je ziet misschien tekeningen, ze geven ons vitamine. Ja.
Ze sturen ons naar het lab als het nodig is. Ja. We krijgen soms een spuitje. Ja. En sommige van ons beginnen daarvoor te beven. Kindjes zijn bezig, kunnen bezig terecht, ouderen. Maar hierin schrijf ik dat een arts ook mens is. Hij of zij kan ook eens ziek worden. Ja. En als we dan voor de deur van de poli staan en zien dat de poli dicht is, en omdat de arts er niet is, want hij is ziek, moeten we niet boos worden en zeggen alweer of wat. Ja. Hij of zij is ook een mens. En u gelooft het niet, ik heb dit aan mijn huisarts aangewezen, het klad. Hij vond het zo mooi. Ja. Dat hij gezegd heeft, nee mevrouw Pereira, ik wil dit, want ik wil het in mijn poli ophangen. En toen heb ik dit ervan gemaakt. Ja. En hij heeft het bij me gekocht. Ja. Hij wilde het niet hebben. Hij wilde het kopen. Okay. En op een gegeven ogenblik, u gelooft het niet, ik heb hun de stoute schoenen aangetrokken. En ik heb hiervan al bijkans 52 stuks verkocht. En wat kost zo'n... Ik koop het eens voor 40 SRD, omdat ik zelf alles bij elkaar moest doen. Ik weet niet hoe jullie het in schrijversdingen, layout en ik weet niet, de foto's, design en al die dingen. Enzovoort. Het printen, het lamineren, dacht ik. Ja, lamineren en alles. En natuurlijk je tijd om er naartoe te rijden. Ik verkoop het voor 40 SRD. En als iemand 35 wil geven, nou, geen probleem. Want het mooie ervan is dat kinderen het kopen voor hun vader of moeder die arts is. Ik heb dingetjes gemaakt. Het is van simpel materiaal, maar u moet me even nog niet vragen wat voor materiaal. Oké, maar wat stelt dit voor als ik zo naar kijk? Het is iets dat een kindje kan ophangen in de kinderkamer. Okay. Het is gewoon iets voor een jongen. Kijk, de voetjes bewegen, de handjes bewegen, een auto, Lego, bandjes, grote banden. Als de kinderen het bij me kopen of de ouders, zet ik de naam hier en ik signeer het. Ja. En dat vindt een kindje zo leuk. Ja. En het is van materiaal dat een kindje geen pijn kan doen. Kijk, als u zelf voelt, zult u merken, geen scherpe randen. Dat kindje kan geen ongelukje krijgen. U werkt toch ook aan de veiligheid? Ja, uiteraard. En dit is voor een jongetje. Okay. Dan heb ik hier bijvoorbeeld dit voor een meisje, voor een tiener. Vinden we dit wel leuk, een stukje zeep erbij, kan ze altijd gebruiken. En dit is echt iets voor een tiener met een horloge, een bril, een lippenstift. En dit is allemaal gewoon voor een tiener. Okay. Dan heb je dit, de meeste kleintjes. Hebben we de welbekende SpongeBob? SpongeBob, de meeste kinderen kennen SpongeBob, denk ik. Dus dit zijn gewoon dingetjes die ik maak. Ik zet dan mijn naam erachter, alleen dat de mensen die het kopen weten wie het gemaakt heeft. Ja. Mevrouw Joyce, hartelijk dank voor dit moment en ik wens je ook heel veel succes verder in uw verdere carrière en ook voor woensdag aanstaande op Torioso of met de schrijversgroep 77. Tot slot wil ik u alle dank zeggen en jonge kinderen, jonge schrijvers, als ik de 30ste bij Torioso ben, heb ik een woordje tot jullie te richten, want ik vind dat we jonge schrijvers moeten koesteren. Ja. De ouderen moeten we niet vergeten. Ja. Die moeten er ook zijn. Maar jonge schrijvers, ik ga jullie alvast koesteren. Komen jullie naar Torioso. Met z'n allen, breng je vrienden, vriendinnen mee. Kom luisteren. Misschien zit er in jou een schrijfster of schrijver en je weet het nog niet eens. Ja. Dank u wel voor dit interview. Ja. Dank u wel mevrouw Joyce voor het moment. Yes. Goed zo kijkers, dan gaan we even terug naar Silva. Yo, Silva, we hebben toch moedervol aan talent hier in Suriname en je hebt toch twee mensen gebracht. De ene schrijft, de andere is ook bezig met jonge kinderen. Silva, je mag tot slot nogmaals de mensen thuis oproepen om woensdag aanstaande te komen bij Torioso. Ja, ik wil dus iedereen uitnodigen om woensdag 30 september aanwezig te zijn in Torioso om 8 uur. De inloop is om 19:30. We hebben jongeren, we hebben Joyce, we hebben meneer Sombra, die mijn favoriet is. We hebben gedichten, we hebben mensen die gaan optreden. Kom en kom kijken wat we allemaal hebben om te doen op die avond. Oké, dankjewel Silva. En succes. Dankjewel. Kijkers, veel zal ik niet zeggen. Ik zal niet meer in herhaling treden, je hebt het al gehoord. Woensdag aanstaande moet je gewoon erbij zijn. Vooral de jongeren. Het is sluit je vakantie goed af. De toegang is geheel gratis. Ze starten, de inloop is 19:30. En het geheel begint om 8:00 s'avonds. Geen Surinaamse tijd, 8:00 Surinaamse tijd, nee. Ze starten precies om 8:00. Bedankt voor het willen kijken. En ik groet u ook mede namens Silva. En ook Kevin en Joyce vanuit
terrein van Fort Zeeland, ja. En tot de volgende keer.